Beste kijkers van Klagemauer TV. Men hoort momenteel in de westerse media steeds weer over ontvoerde journalisten in Oekraïne. Opvallend is echter dat over deze ontvoeringen meestal zeer eenzijdig bericht wordt gegeven ten koste van de pro-Russische kant. In talrijke artikelen van de mainstream-pers was onder andere te lezen: pro-Russische milities deporteren Amerikaanse journalisten. Of meerdere binnen- en buitenlandse reporters door pro-Russische krachten vastgezet, enzovoort. Er werd daarentegen veel minder of helemaal niets bericht over de misdrijven door de regering in Kiev. Dat bijvoorbeeld een Italiaanse journalist en zijn Russische vertaler zijn omgekomen door mortiergranaten van Oekraïnse militairen, schijnt eerder een kanttekening. Dat de Italiaanse verslaggever en zijn begeleider onder schot werden genomen op het moment toen deze met zijn camera opnames begon te maken van militaire twisten, bracht de westerse media er niet toe om dit feit onder de opmerkzaamheid van het publiek te brengen. Nog eisten zij opheldering van deze gebeurtenis. De arrestatie van twee Russische journalisten werd bijna volledig onder het tapijt geveegd. Deze werden door het Oekraïense leger een week lang gewelddadig vastgehouden onder de meest mensontwaardige omstandigheden, met nauwelijks eten en drinken. Men schoof bijvoorbeeld plastic zakken over hun hoofd en sloot hen zo op in een gat in de grond, om slechts enkele details van de mishandelingen te noemen. De Russische media, evenals de Russische regering, eisten heftig de vrijlating van deze journalisten. Dit werd pas mogelijk via een veto van de president van Tsjetsjenië. Als u tot nu toe hierover niets hebt gehoord, dan komt dat omdat de westerse media deze dingen compleet verzwijgen. Dit bewijst eens te meer dat onze media meet met twee maten en gewichten. Ter herinnering, een paar weken geleden werden door pro-Russische milities vermeende OVSE-waarnemers van de EU-samenwerking voor veiligheid gearresteerd. Dit lokte in de Duitse media een dagenlange golf van verontwaardiging uit. Dezelfde handelswijze, maar nu door de regering van Kiev, krijgt in dezelfde media nauwelijks aandacht. Een kreet bleef uit, ondanks deze grove overtreding tegen de persvrijheid. Gezien de zeer gespannen situatie in de Oekraïne zou een waarheidsgetrouwe, volledige en onpartijdige rapportering enorm belangrijk zijn. Omdat die verregaand ontbreekt, zijn er oprechte mensen nodig die moedig en onvermoeibaar tegenstemmen verspreiden. Beste kijkers, draagt u ertoe bij een escalatie van deze gespannen situatie te verhinderen door zoveel mogelijk mensen uit uw omgeving te informeren? Zend de link van deze uitzending ook naar familie en bekenden. Goedenavond.